In het tweede weekend lockdown heeft de politie 111 lockdown-overtreders opgebracht en beboet. Dit laat hoofdinspecteur Rachel Deekman weten in gesprek met onze nieuwsdienst. 11 van deze lockdown-overtreders waren vrouwen. 3 van hen zijn dusdanig te keer gegaan dat zij overgebracht zijn naar het vrouwencellenhuis. De politie heeft ook voor 5 personen een procesverbaal uitgeschreven vanwege verkeersovertredingen. Een reportageteam van de nieuwsdienst die afgelopen zaterdag meeliep met de politie heeft geconstateerd dat veel personen wegrennen bij het zien van de politie. Daarbij laten ze alles van hen achter. In die gevallen was de politie genoodzaakt de voertuigen van de openbare weg te verwijderen. De politie heeft afgelopen weekend in totaal 3 voertuigen laten slepen naar de berging. Ook heeft de politie 4 lockdown-overtreders overgebracht naar bureau Keizerstraat omdat zij tekeer gingen. Ook Cibrano Piquet is afgelopen weekend aangemerkt als een lockdown-overtreder. De overtreders zijn steeds om 5 uur in de ochtend heen gezonden.